De afgelopen weken is er een heftige discussie ontstaan over het al dan niet herbouwen van de Donjon. Deze reuzentoren toren, die eeuwen geleden boven alle Nijmeegse bebouwing uitstak, maakte deel uit van de Valkhofburg. Hij diende als vluchttoren en schuilplaats op momenten dat de stad belegerd werd. De Donjon was 9 bij 18 meter groot, 48 meter hoog en de muren waren 1,6 meter dik. Tot vreugde van velen werd deze historie in 2005 weer een nieuw leven ingeblazen. De gelegenheid van 2000 jaar Nijmegen werd er een uit stijgerbuizen vervaardigde replica van de Donjon opgebouwd. Hier kwamen zo'n 120.000 belangstellenden op af. De enorme belangstelling leidde tot een referendum in maart 2006. Hier sprak 60% van de Nijmegenaren zich uit voor een definitieve stenenherbouw van de historische toren. Na jarenlang onderhandelen met mogelijke investeerders, leek het er tot januari 2017 nog op dat deze herbouw niet door zou gaan. De laatste kandidaat, de Radboud Universiteit, trok zich terug. Op het laatste moment meldde Haystack zich als projectontwikkelaar. Hierdoor is de geplande herbouw van het donjon ineens met rassenschreden dichterbij gekomen. Niet iedereen is enthousiast over de herbouw van de toren. Cultuurhistorici menen dat de toren niet past in de culturele betekenis van het Valkhofpark. Bovendien vinden sommige de toren, begroot op 4,5 miljoen euro ook erg hoog. Toch lijken de meeste Nijmegenaren voor de komst van de nieuwe donjon te zijn. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de herbouw van de toren nog tegengehouden gaat worden. Eind 2017 of begin 2018 zal de herbouw van start gaan en begin 2019 zal de donjon opgeleverd worden. De toren zal hoofdzakelijk een horecabestemming krijgen. Er moeten 60.000 bezoekers per jaar op afkomen.